Heb je net zitten kijken naar de tv? Ja, heb je Nederland zelf al gezien? Jongen, wat een wedstrijd was dat zeg. Waar hebben wij nou in godsnaam naar zitten kijken? Ik bedoel, ja, jullie en ik, wij zijn natuurlijk allemaal voetballiefhebbers. En dan hebben we daar, weet ik veel, een uur en drie kwartier, hebben we dat uitgezeten. Want ja, normaal gesproken zou je toch zeggen van nou, hey, hallo, ik ga even wat anders doen. Maar we houden zoveel van voetbal, dus we zetten door. Maar, nou ja, dit was werkelijk goeiedag, zeg hij. Kunnen jullie nog herinneren, weet je nog, de periode van voor Ronald Koeman? Dat was helemaal niet plaatsen voor EK's en WK's, daar deden we niet eens aan mee. Kan je dat nog herinneren? Nou, en toen waren we met z'n allen zo verschrikkelijk klaar met dat Nederland zelf al, weet je dat nog? Dat wij allemaal dachten van, hey, doe wat je wil, ik ga toch niet meer kijken en het interesseert me geen ene malle moer meer, dat hele Nederlands elftal. Dat weten we nog heel goed, hè, die hele periode. En toen kwam Koeman en die maakte ons weer enthousiast. Die bracht discipline en die zorgde ervoor dat er een systeem kwam in het Nederlands elftal. En die gaf die spelers vertrouwen en noem het allemaal maar op. En wij begonnen het Nederlands veel. En we kwamen leuke uitslagen. We begonnen het Nederlands elftal weer leuk te vinden. En ja, we waren er ook weer trots op. Dat om Nederlander te zijn. Want we deden weer mee in Europa en in de wereld. En zo zat dat. Ja. Nou ja, en nu? En waar zijn we nu dan? Koeman ging weg. En nu? Nu zitten we eigenlijk weer een beetje na twee potjes al. Hè, zitten we al weer in die periode van voor Koeman. Ja. Nu hebben we al zoiets van... Goeie god zeg, dat Nederlands elftal, het is gewoon niet om aan te gluren gewoon, echt niet, echt, het is, en ja, waar ik voor gewaarschuwd heb, ja, dat gebeurt nu, ja, dat is breed, ja, Frank de Boer, ja, het is niet anders, die is niet, hebben één steekbal gezien vanavond, bijna niet. Heb je echt aanvallend voetbal, lekker combinaties. Heb je gezien een systeem dat je kon ontdekken? Er was helemaal niks. En ja, daar zitten we nu weer mee. Dus nu krijgen we weer toch dat gevoel van... Ja, weet je, laat dat Nederlands elftal zitten en zoek het uit. Ja, en zo moeten we dan hobbelen we dan naar die EK toe. Ja, en ik hou mijn hart vast voor woensdag. Tegen Italië. Als we zo gaan lopen ballen. Tikkie breed. Tikkie terug. Ja, Frank de Boer. Ja, dat lijflied van hem. Ja, dat zit er nu al een beetje in. Nou, dat heb ik een tijdje geleden. Niet zo lang geleden. Heb ik dat lijflied al een keer gezongen. Ja, want dit is het. Het lijflied, hè, van Frank de Boer. Ja, elke dag weer. Van voor naar achter, van links naar rechts. Van voor naar achter en links naar rechts. Van voor naar achter, van links naar rechts. Van voor naar achter en links naar rechts. Ja, dat draait hij al bij de tactische bespreking. Dat doet Frank dit nummer al. Ja, en dan vlak voor de wedstrijd. Gooit u er nog eens even uit in de kleedkamer. Van voor naar achter en links naar rechts. Van voor naar achter, van links naar rechts. Van voor naar achter. Ja, doen we mee hoor thuis. Even een Frank de Boertje. Van links naar rechts. Van voor naar achter en links